Afgelopen vrijdag werd op het Holendrechtplein in Amsterdam-Zuidoost het kruifkoord van Miralem Soleimani geopend. Soleimani kreeg het kruifkoord cadeau toen hij in 2007-2008 werd verkozen tot talent van het jaar in de Eredivisie. De prijs voor het talent van het jaar van Bert van Marwijk aan Mickey Soleimani. Vrijdagmiddag kwam de Ajax-aanvaller zelf langs bij het spiksplinternieuwe veld. En na 14 keer hoog houden kon het koord eindelijk worden geopend. 9, 10, 11, 12, 13, 14, go! Mooi. I know for sure that for this area here, I see a little bit of area and I see that this area they need the field like this because I see that a lot of kids is here who likes to play the football and I think it's good, it's really good for them because I know that not only me but a lot of football players they start football on that kind of pitch. Why did you choose for this place? Yeah. I have to say that I heard that this is a very poor area and a lot of kids would like to play football but they are not members of some club and I think that is very very good for them to have something like this to play during the day because I think it's better to be on the football pitch than on the street. Het is een buurt die nogal wat veranderd is de laatste paar jaar. Veel jonge mensen erbij gekomen. Ook best wel wat probleempjes gekend. En dit kruifkoord is een enorme aanwinst voor de buurt. Ik was hier een paar weken geleden. Het is echt ongelooflijk voor jeugd hier. En sport is heel belangrijk voor jonge mensen. Het geeft structuur. Ook vaak goede resultaten op school. En zo'n mooi koord in de buurt is echt een aanwinst. De dag werd afgesloten met een finale tussen de Ajax D-jeugd en het beste team van de wijk. Namelijk... Morgen!